Zo zijn we weer. Goedemorgen lieve YouTube kijkers. Welkom bij de vlogjes van de Stofjes. Zondagmorgen praat. Zijn we weer. Vorige week gevoetbald. We begonnen. Alleen er was zo veel regen. Zo koud. Oh. Maar goed. Vandaag weer begonnen. Met een rondje. Vuur vandaag. Oh, ik heb trouwens een muntje. Ik ga heel eventjes een doosje eitjes halen. Want ja, af en toe een eitje pakken is lekker. Ik zie jullie zo. Momentje. Zo, daar zijn we dan. Eitjes. Zo. Dan gaan we daar eens kijken of we een lekker eitje kunnen bakken. Of niet. Want natuurlijk gaan we ze weer voetballen. Vandaag uitwedstrijd. OJC Rosmalen. Papa. Gaan we weer beginnen met de competitie. Fijn. Gisteren ook met de dames geweest. Was niet heel bijzonder. Helaas verloren. 3-1. Was niet goed. Was niet goed. En dat is gezien de wedstrijd eigenlijk ook helemaal niet zo. Die zon die staat een beetje verkeerd. Maar goed. We moeten wel zeggen, dat was gewoon niet goed. Zo simpel is het. Je kan dan uiteindelijk wel strijd leveren, maar als het een nutteloze strijd is. Oftewel dat je wel flink bezig bent. En je hebt totaal geen balcontrole. Nou, dan hou je het op. Dan kun je strijden waar je wil, dan loop je iedere keer achter de feiten aan. Dat is niet goed. Maar ja, dan moet het beter. Dan moet ze wel op training komen, anders gaat het niet. En als dat zo gaat, zoals het nu gaat, ja, dan blijf je sukkelen. Maar dan wel achteraf lopen bepalen dat ze verloren hebben. Dus ja, het is of het een of het ander. Maar goed, gaan we nou niet over hebben. We gaan nu over op de orde van de dag. Vandaag OJC Rosmalen uit. Het schijnt een lastige ploeg te zijn nu. De trainer vorige week een wedstrijd gekeken. Het schijnt een goede ploeg te zijn. Dus we moeten even afwachten. Nou, voor de rest horeca. Protesten die langzaamaan beginnen te komen. Ja, ook daar kun je wat van vinden. Je moet in mijn optiek gewoon een keer klaar zijn. Je moet gewoon een keer klaar zijn. Dat het sluiten van zaken, Omicron is nog steeds besmettelijker of besmettelijk. Als je dan ziet dat de IC's behoorlijk aan het dalen zijn, opnames. Weet je, op een gegeven moment is het gewoon niet meer te houden. Mensen worden er, die worden een beetje zat. Ik wil zeggen, mensen worden een beetje ziek, als ik het ziek. Mensen zijn het een beetje zat aan het worden. Overal die rem erop. In sommige gevallen moet je wel voorzichtig zijn, maar dat is dan in ieder toch een klein beetje eigen verantwoordelijkheid laten gelden. Dat deden we vroeger ook. Toen we een verkoudheidsgolf hadden, ook bij je ziekte blijven thuis. Voel je niet capabel genoeg om te werken, dan blijf je thuis. En ben je fit genoeg, al heb je een klein stondetje, ging gewoon werken. Nee, nou moet je thuis zitten en dan ligt het bijna het hele bedrijf op zich gat, bij wijze van spreken. Dat is niet meer te rijmen. Kost bedrijven zoveel.
niet aan, gewoon de dingen. Sorry voor dit kleine rare intermezzo. Maar mijn vrouw die is nog werken. En als het een beetje mee zit, komt ze weer op tijd thuis, zodat ik die auto mee kan nemen. Hoppa. Hop. Zo. Maar goed, zoals ik al zeg, bedrijven en andere instellingen die zijn toch gewoon een beetje zat. Je ziet al, ze gaan nu ook al het hele quarantaineverhaal gaan ze in één keer weer aanpassen, weer opnieuw aanpassen. Eerst was het 10 dagen, toen was het 7 dagen, nou willen ze weer terugbrengen naar 5 of zelfs naar 4 dagen, of zelfs helemaal niet meer. Ja, als de regels ingevoerd moeten worden, dan kan het van de een op de andere dag. Maar regels loslaten, dat kunnen ze dan moeten ze eerst weer 2-3 weken over nadenken. Ja, dat is allemaal, ik weet het niet meer. Maar goed, daar gaan we het nou verder niet meer over hebben. Ik ben thuis, ik ben klaar. Vlogje zit er weer op. Zoals ik al zei, vorige week heb ik niet gelopen, vandaag had ik 4 rondjes gelopen. En ik vond het helemaal niet zo heel erg slecht gaan qua tijd. Gemiddeld 6 minuten 14 per kilometer of op een kilometer. Dus op zich ging het nog wel redelijk. Het is natuurlijk vrij koud. Ik had qua kleren eigenlijk gewoon een korte broek aan. Ik dacht dat het iets warmer zou zijn, maar dat was het dus niet. Dus mooi, geeft niet. Ik zou in ieder geval zeggen, geef een blauw duimpje omhoog. Ga abonneren op dit kanaal als je het leuk vond. En dan gaan we volgende week weer opnieuw beginnen. Met weer een lekker looprondje. Dus ik zou zeggen, ciao. En tot de volgende keer.